Europa kreeg de afgelopen tijd te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Ze werden onder andere ondergebracht in tijdelijke noodopvangen in Friesland en de Minskip kwam in actie om het dagelijkse leven van de vluchtelingen enigszins te verfraaien. Janneke de Haan en Geertje Postma geven met hun project Haring en Hummus hieraan een vervolg door vluchtelingen in een AZC en hun Nederlandse buren op een creatieve manier nader tot elkaar te brengen. Haring en Hummus is een stichting die zich als doel heeft gesteld om vluchtelingen in Nederland en hun nieuwe Nederlandse buren dichter bij elkaar te brengen. Ze ziet het verdwaasd om haar heen. Wordt op naai een trein intilt, vol weer een benauwde rit. Janneke de Haan en ik zijn met dit project begonnen omdat wij merkten dat het debat rondom de komst van vluchtelingen naar Nederland vooral heel erg in het teken stond van negativiteit en van angst en van zaken die mis zouden kunnen gaan. Die negatieve kant die heeft voldoende aandacht gehad. Wij willen de andere kant van de medaille laten zien. Veel AZC's worden gebouwd naast het dorp, zodat er eigenlijk letterlijk een kloof ontstaat. Dat is natuurlijk erg ingewikkeld om mensen dan samen te brengen. Met Haring en Hummus maken wij hier in Sint-Anne-parochie Door de Kloof. Dat is een theatrale wandeltocht van het AZC naar het dorp Sint-Anne-parochie. Gevuld met acts die gemaakt zijn en gespeeld worden door mensen uit het AZC en mensen uit het dorp Sint-Anne-parochie. Doei! Ja. Oké. Okay. We hebben samengewerkt met lokale kunstenaars. Bijvoorbeeld met Marijke Rodenburg, dirigente van het projectkoor. Met Alfred Miedema, theatermaker hier uit Sint-Anne-parochie. En met Noor Mardini, Syrische theatermaker uit het AZC. Verder hebben we ook samengewerkt met Ab. Ab is in het dagelijks leven eigenlijk econoom. Maar hij kan ook super lekker koken. Dus hij heeft een heel team van mensen verzameld. En zij zijn dagenlang aan het koken geweest om allerlei lekkere gerechten te maken. Meat bowl like this, bowl, meat like this. Just put in oven about 15 minutes. That's finished. It's klaar. For the people from Sint-Anne-parochie, for the people from AZC. For improvement, the integration between the Sint-Anne-parochie people and AZC people. De afgelopen week hebben wij met zo'n 80 vrijwilligers gewerkt aan dit project. En dat waren mensen uit het AZC, maar ook mensen uit Sint-Anne-parochie. Die hebben samen keihard gewerkt om dit project te laten slagen. Ze hebben bijvoorbeeld samen op het AZC corsages gemaakt voor in de scènes. Er zijn stempelkaarten geknutseld. Ja, er is gewoon samengewerkt. En dat was de hele bedoeling van het project. Hallo. Hallo. Totdat wij met het project begonnen, is er geen contact tussen het AZC en de bewoners van Sint-Anne. En sinds wij bezig zijn met het project, kom ik heel veel mensen van het AZC terug, werd ik even een praatje met maakt en die in ieder geval even groeten. Dat vind ik het mooie ervan. Ik heb vooral geleerd dat de mensen heel vriendelijk binnen, heel behulpzaam en dat ze heel erg graag wat met een ander doen willen. En dat vind ik fantastisch. Onze installatie is een ontmoeting tussen de bewoners van het AZC en buurtbewoners. En dat vindt plaats in een van de caravans in het AZC. Als je in de installatie zit, dan zie je soms jezelf en soms degene die tegenover je zit. En dat vermengt zich met elkaar. Het is een ontmoeting en dat is eigenlijk de kern van Door de Kloof. Dat mensen uit het AZC, bewoners van Sint-Anne,
elkaar ontmoeten. The tickets for tonight for the audience are completely sold out. So that means you will have a group of at least 100 people that are coming to watch you perform tonight. We are here to make contact with Sintana Baruchi peoples and Asatse peoples. And I want to say thank you very for Dutch people. Thank you. Really, everything is prachtig. Heel erg leuk. Het mooiste vond ik het optreden van de Albanië, de Syriër. En de Wildse juffrouw die een verhaal vertelde en daaraan een stukje muziek koppelde. Maar ze worden als vee in wagens vervoerd. Raken wat ze nog hadden, onderwegs ook nog kwiet. Ze zijn nergens welkom. I feel happy because I got the big applause. Yeah, that was so beautiful. My dream is now in my life. Smerige kleren, hier en daar stikken, verwielbrune ogen. Wat ervoor heeft gezorgd dat dit project geslaagd is, zowel de eindopvoering als het hele proces wat eraan vooraf is gegaan, is dat mensen de moed hebben gehad om zich open te stellen richting elkaar. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat vraagt best wel iets van mensen. Als er cultuurbarrières zijn, als er taalbarrières zijn, ja, dan moet je uit je schulp kruipen om daar eigenlijk een goede invulling aan te geven. Dus het is communiceren met handen en voeten. Fouten durven maken. Fouten van een ander durven accepteren en begrijpen. En dat is in dit project heel goed gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat mensen echt dicht bij elkaar zijn gekomen. Met so many people today, new people, Dutch people, and it was good. It was amazing day. Dansen, zingen, alles zo, en alles maar, en alles blij, vrolijk, zo. Als je hier in dit dorp woont, je krijgt echt helemaal niks mee van al die vluchtelingen. Daar vinden we het eigenlijk heel leuk dat dit georganiseerd wordt. En dat we zo dan toch nog een beetje bij elkaar komen. Met Haring en Hummus willen wij mensen in Nederland laten ervaren dat je ondanks taal- en cultuurbarrières toch op een hele mooie manier met elkaar in verbinding kunt komen. Plannen voor de toekomst zijn om de positieve ervaring die we hier in Sint-Anne-parochie gehad hebben, en die vooral ook de deelnemers en het publiek ook hier in Sint-Anne-parochie gehad hebben, om daarmee eigenlijk de boer op te gaan, om dat aan de rest van Nederland te laten zien. Dat dit soort mooie dingen kunnen ontstaan als je op een positieve manier de uitdagingen rondom de komst van vluchtelingen naar Nederland probeert te benaderen. Ja.